Ja, Ferdy, een ongelofelijke avond. Allereerst gefeliciteerd. 2 goals en door naar de knock-out fase. Ja, dankjewel. Ja, top. Ja, het was echt een hele slechte wedstrijd eigenlijk van ons. Als je kijkt hoe wij de laatste wedstrijden hebben gespeeld. Maar uiteindelijk het belangrijkste is als een fluitje in jou gaat, hoeveel je dan staat. En gelukkig 2-2, gelijkspel is genoeg om te overwinteren. Ik hoorde dat jij het al van tevoren bedacht had allemaal, die 2 goals. Ja, ik heb het wel gezegd natuurlijk, maar ja, ik zeg al vaker iets dat niet lukt. Dus, maar ja, uiteindelijk ben ik heel blij dat het nu wel lukt. En, Het komt er eigenlijk bij toeval in, hè? Want had Tsidiakos raakt geblesseerd, dan kom jij erin. Is dat een beetje toeval of was het altijd al de planning van tevoren dat je er vroeg in zou komen? Nou, dat zou ik niet weten eigenlijk. Maar het is een zonde van Panta natuurlijk dat hij uitvalt. En het moet nog blijken wat het is. En ik ben blij dat ik er dan nog wel in kom natuurlijk. En dat ik het verschil kan maken. Ja, want hoe voelt dat voor jou persoonlijk, hè? Want je bent bepalend voor dit AZ. Vandaag bepalend. Ja, fantastisch natuurlijk. Omdat ik ook zo weinig speel nu op dit moment. Ben ik heel blij dat ik zo'n goal maak. Of 2 goals maak natuurlijk. Ja, top. Snap je dat ook wel? Want je moet in een goed draaiende ploeg moet je plek zien te veroveren. Ja, zeker. Ze staan goed, ze doen het goed. En dan heb je weinig te vertellen. Je moet gewoon hard trainen en daar moet je je op laten zien. Ja, en dan met zulke invalbeurten moet je je ook laten zien. En gelukkig gebeurt dat. Want dit is eigenlijk wel heel knap, hè? Want uit tegen Partizan speel je ook met 10 man. Maar speel je eigenlijk beter voetbal dan dit. Maar daar sleep je ook een gelijkspel over de scheep. En dat doe je hier weer. Misschien met minder voetbal, maar... Ja, daar was ook een rode kaart, hè, trouwens. En toen Myron de 2-2... Wat was het? 2-2 ook zeker, of niet? Ja, en Myron 2-2 maakte. En hier gebeurt ook een rode kaart, maar dan andersom. En dan weet je dat het heel moeilijk wordt. Ik dacht bij mezelf nog wel van volle bak erop en geen gas terug. Juist een tandje erbij. En gelukkig gebeurt dat. Welke tripje zie je het meest naar uit als je een clubje mag kiezen in de Europa League? Waar wil je het liefst heen? Nu nog Menu uit. Ja, Menu uit. Ja. Dan gaat het echt beginnen. Ik ben door even. Ja, weet ik. Maar nee, ja, we moeten eerst nog Menu uit. Nou, eerst zondag nog. En de competitie. En, ik zou echt niet weten, joh. Ik zou niet weten. Ik vind alles leuk. En daarna moeten we ook weer doorgaan. Dat is het belangrijkste.